proberen. Zie je hem zitten? Nee. Een grote streep. Minder? Oh ja. Ja, die is helemaal weg. Een naaktslak, ja. Heb je dit altijd gehad? Vogels wel, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Wanneer was dat? Ik denk 20 jaar geleden. Wat toen al? Ja, alleen vogels dan. Maar ja, toen had ik niet zoveel tijd natuurlijk. Nee, dat zeker niet. En sinds ik niet meer hoef te werken is dat heel erg toegenomen. Het is gewoon een passie geworden. Ja. Dus, ja. Maar dat is een zakraan. Dat is een larven. Een zakdrager. Ja. Zo moeilijk om te zien. Ja, het gaat wel weer niet knippen. Een toch? Kniptoch. Kniptoch. Zeg het nog eens. Kniptoch. Ja, en waarom? Omdat hij als er gevaar dreigt, dan doet hij een bepaalde knipbeweging en dan springt hij weg. Dus ja. Maar dan hoor je dit zo. Elzenhaantje. Onder de dauw, dat is wel leuk. Er komen allemaal druppeltjes op. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, weer planten op, hè? Duizenden planten. Ja. Duizenden soorten. Ja. En rassen. Dat is heel moeilijk. Ja. Ja, dat is heel veel. Als je het goed bekijkt, zijn ze heel mooi. Ja.